Yo guys, en welkom in een nieuwe video. Ik denk dat het laatste dat jullie hebben gezien is waarschijnlijk de show van het amfitheater. Daarna zijn we teruggekomen naar ons hotel en waren we heel erg moe en zijn we eigenlijk gewoon meteen gaan slapen. Ja, hè? Ja. Sorry, mijn mond zijn brand. Ze is er van die chips aan het eten. Maar het ding is wel, het is onze laatste dag. En morgen vertrekken we vanuit Yogyakarta heel vroeg met de trein naar Mojokerto. Mojokerto, ja. Mojokerto, excuseer. En daar gaan we dan onder andere de Bromo-vulkaan bezichtigen de komende dagen. Maar vandaag zijn we nu wat meer in de latere namiddag. Straks gaan we nog eens een keertje tennissen. Ik zal mijn camera deze keer misschien meenemen, of niet? Ja. Ik zal mijn cameraatje eens meenemen. De vorige keer zijn we gaan tennissen. We zullen dat nu ook doen. Of misschien de GoPro. Voor even. Nee? Of is die weg? Nee. Misschien de GoPro voor even. Kunnen de GoPro gebruiken, hè? Maar ik heb wel niet de harnas, hè? De harnas, niet? Nee. Ah, oké, ja, nee, dan gaat dat niet. Dan zal het de camera worden. Geen probleem. Tussen 5 en 6 gaan we dan nog tennissen. En dan gaan we nog eten. En dan vrij vroeg, denk ik, ons bed in. Want morgen moeten we er vroeg uit. Ze komen ons halen ten laatste om 5:15. Dus om 5:45 komen ze ons oppikken. En om 6:45 hebben we een trein in Yogyakarta Train Station. En dan gaan we richting Mojokerto. De treinreis zal ongeveer 6 uur duren. En onze chauffeur is al vertrokken met onze bagage richting Mojokerto, want hij moet makkelijk 8 tot 9 uur rijden. Dat jij erg. En afhankelijk van het verkeer heeft hij zelfs gezegd dat het iets sneller kan, maar vaak is het mega druk, zoals jullie wel weten en jullie hebben gezien in de video's. Dus zal hij er waarschijnlijk zelfs langer dan 9 uur over doen om daar te geraken. Dus ja, we hebben hem vandaag ook cola gekocht. Hij was echt blij. Ja, hij was wel blij. En als die andere chauffeur van in Sumatra zo, als we daarvoor cola hadden gekocht, ik weet niet. Hij heeft volgens mij niet zo gereageerd. Nee, dat kan, ja. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik weet dat niet, we hebben dat niet gedaan. Nee, maar hij was echt blij. Ja, hij doet altijd de deur voor ons open. Hij is altijd op tijd. Hij was de vorige keer 1 minuut te laat en hij was zich 4 keer aan het verontschuldigen van sorry, I'm late. Yes, sorry, I'm late. Sorry, ook, sorry. Bijvoorbeeld als het film is, dan zit hij ook zo te zeggen sorry ja. Dat het film is, maar ja. Ja, dan zegt hij zo van, oh, altijd traffic, traffic. Bomcheck, bomcheck. Elke keer als we hier de parking oprijden in Yogyakarta op het hotel, Plaza Hotel, dan wat wij sterk aanraden, zeker doen, als je ooit naar Yogyakarta komt, het Yogyakarta Plaza Hotel is echt... Het is een goed hotel, een maar heel de ligging hotel. Is minder. Ja, de ligging is iets minder, omdat je hier niet echt toeristische dingen in de buurt hebt. Die liggen allemaal aan de andere kant van de stad. Wij liggen meer in het noorden en alle toeristische dingen liggen meer in het zuiden van de stad. Gemakkelijk 4 tot 5 kilometer hier vandaan. Wat dus ver is voor hier, want het is niet zo gemakkelijk bereikbaar. Wat was ik nu nog aan het vertellen? Een bomcheck. Ja, bomcheck. Iedere keer als we hier de parking oprijden, word je gecontroleerd op bommen, op explosieven onderaan de auto, met zo'n lamp, wou ik al zeggen, met zo'n... Rekening op een spiegel. Met zo'n spiegel. En iedere keer als hij dat doet, dan roept hij echt zo onze chauffeur. Bomcheck, 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 tiktok, tiktok, tiktok. Super grappig. Ja, dus hij gaat nog mee tot daar. Tot daar Bali. Gaat hij, tot Bali gaat hij nog met ons mee. Hij gaat nog mee de boot nemen tot in Lovina en brengt ons naar ons hotel nog in Lovina. En dan gaat hij terug naar hier. Zot, het is kever van huis. Ja, maar dat is zijn job. Maar we hebben hem een cola gekocht. Hij heeft dat voor ons trouwens ook al gedaan. Drinken gekocht, dus dat is het minste dat we kunnen terugdoen. Goed, ja. Morgen zien jullie dan de treinreis. Dus ja, zo gezegd morgen is... De next day, hè? Want dan zijn we met de trein. Of eerst nog tennissen. Eerst nog tennissen. Onze laatste dag en avond hier in Yogyakarta. In ons hotel. Met het mooie zwembad. Voilà, voor ons. Voilà, ze. Goed. We hebben een mocktailtje besteld, want cocktails zijn niet te betalen. 200.000, dus 12 euro voor een cocktail. Ja, 12 euro voor een cocktail, dat is wel heel veel, hè? Zeker voor hier. Ja, zeker voor hier. En cola's zijn hier ook iets duurder, 1,70 euro ongeveer. Dat is duur voor Indonesië. Ja, dat is duur voor Indonesië. Normaal is een cola 10.000. Ja, tussen de 8 en de 15.000. Maar 15.000 is echt al het maximum. Ja.
En deze kostte 30.000, dus... Alright guys, we zijn nu klaar om te gaan tennissen. Let's go! We gaan richting de tenniscourt. Ik denk, ik zie Lindsay al zitten ze. Ik zie Lindsay al rustig op het bankje zitten aan het tenniscourt. Dus... Hier is een dingetje, een fitnessruimte. Hup, ik heb dat waarschijnlijk zelfs nog niet laten zien hier. Hup. En hier is een tenniscourt. Oh, het is zo zalig nu om te tennissen. Gisteren was het, zijn we een uur vroeger begonnen, denk ik. Hè? Huh? Nikske? Voilà. En dan hier heb je ook een joggingtrack en daar heb je nog een... basketbalveldje voor 3 tegen 3 te spelen. En hier is aan het tennisveld. En hier zijn onze materialen. Hier ben ik. En twee dingetjes met balletjes. Fantastisch. Ja. Goed, we zullen eens aan beginnen. Hè? Ja, doe maar. Sorry, dat is wat ver, hè? Zal ik het even doen? Sorry, dat was helemaal scheef. Dat is er echt los over, hè? Je moet dat wel rustig doen, hè? En dan wat slaagt jij zelfs? Jij slaagt naar hier terechter. Jij is een nachtketel. Ja, loopt toch niet, hè? Ah, voilà. Ja, ik heb het gezien, maar het was te vergeefs, hè? Ja. Het was een mooi balletje deze. Cool. Goed. Onderweg. Allee, we zijn hier nu aangekomen aan het treinstation. Misschien dat het niet goed is. Oké? Misschien dat het niet goed. Okay. Die zei van, als je door bent, ja, door naar Surabiana en de distantie is 45, dus ik denk dat we... Oké, okay, ja, dat zal er die wel zijn, zeker. Er zijn er niet heel veel treinen zo vroeg, dus... Oké. Okay. En hoe moeten we dat hier doen? Internet, liefje, en je zit eindelijk op de trein. Ja. We moesten door een andere trein om hier te geraken, dus dat is hier heel vreemd gemaakt. Maar we zitten normaal op de trein, die zou binnen 40 minuutjes moeten vertrekken. Ja, en dan afstappen we en we moeten afstappen in train station of Mojokerto. En we zouden de eerste klas rijden, dus we hebben hier zo'n mooie infrastructuur. Zeteltjes achteruit. Voetklappertjes. Perfect, hè. Hebben we ontbijt van ons hotel meegekregen. Ontbijt, dus... Kom niet nog daar. We hebben zelf voor ons vanilleke pizza gemaakt. Oké. Okay.
Ik zeg altijd Mojokerto, jij zegt Mojokerto. Ja, Mojokerto. We zijn aangekomen in Mojokerto met de trein na een dikke 4 uur. Dus het was iets sneller dan verwacht. Het was wel goed, want ik was het kotsbeu op die trein. Echt? Ja, ik was wel beu. Ja, tof. En ja, we zijn aangekomen en nu even wachten tot het busje voor ons weg is. En dan gaan we richting ons hotel. En dat ligt heel dicht bij de Bromo Vulkaan. Hopelijk barst die niet uit. Zonde. Als het dan noemt, dan Lava View Lodge trouwens. Lava View Lodge. Ja. Oké. Okay. Ja, voilà, dat was het. Doei, einde van de video's. Er komen geen video's nu in deze morgen. Feus. Mij is onderweg naar de waterval. Bijna aan de waterval. Meer als ik iets. Yo guys, we hebben net iets gegeten hier in, hoe noem het hier? Ik vergeet alles. Lava View Lodge. Lava View Lodge, hier aan de Bromo Vulkaan. We zijn nu in ons chaletje dat je achter mij kunt zien. Niet zo interessant, veel rommel nu. Dit is ons terrasje hier, hè. Met een mooi uitzicht. En ginter was het restaurant. En ik ben nu, ik zal laten zien, het is vrij groot. Lokaal biertje aan het drinken dat de gids voor ons heeft gekocht. Ik heb het uiteraard wel betaald. Voor zo'n bier
is meer dan een halve liter, denk ik. Dus meer dan een halve liter, denk ik. 600 en zoveel, 650 of zoiets, milliliter. Dus vrij veel, maar het is een heel licht bier. Het ruikt niet hard, het heeft ook niet zo'n grote nasmaak zoals bijvoorbeeld een Jupiler bij ons. Of een Duvel of zo. Het is echt een lokaal licht biertje. Ja, het is niet slecht. Het is wel eens lekker om te drinken, maar ik vind het iets te veel. Ik vind een halve liter echt al een maximum, maar dit is nog meer. De boeren van bier. Maar ja, zwart, morgen moeten we heel vroeg te veren uit ons nest. We vertrekken om 3 uur 's nachts. Jawel, je hoort het goed. Om 3 uur 's nachts vertrekken wij naar de Bromo-vulkaan om daar van het mooie uitzicht te genieten op 2700 meter hoogte van de zonsopgang. Ja, ik wou ondergang zeggen, dat zou een beetje vreemd zijn, maar van de zonsopgang. Hier lopen ze ook overal buiten rond met mutsen, sjalen, handschoenen. Allee, echt vreemd. Het is 12 graden. In België is dat herfst. Ik weet niet. Ja, die zijn hier natuurlijk niet zoveel gewoon. En hier in de bergen is het natuurlijk kouder. Morgen gaat het nog kouder zijn en blijkbaar veel wind. Dus toch wel een jasje nog aandoen. Maar koud is het hier nu niet echt. Herfstweer, 12 graden. Nou, ik vind dat wel oké, hè? 12 graden. Goed. Wij gaan zoiets slapen, nadat mijn biertje op is, misschien nog iets klein knabbelen. En dan kruipen wij ons bedje in, want we moeten er heel, heel vroeg uit. Heel vroeg. Alright guys. Thank you guys for watching to this video. Peace out, stay exploring. Until the next one guys, stay awesome, stay exploring. Bye bye iedereen, tot de volgende keer.